Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vanochtend hebben we nog veel bewolking op een heleboel plaatsen en er trekken ook nog een paar buien over het land. Maar vanuit het westen wordt het tijdelijk vrijwel droog en gaat ook de zon nog enige tijd schijnen. Overwege de ochtend is het een graad of 6. Vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 8 of 9 graden. Verder waait de wind matig aan zee nog krachtig. Kracht 4 tot 6 neemt in de middag tijdelijk wat af, maar zal vanavond weer gaan toenemen. Vanuit het zuiden neemt dan ook de bewolking toe en gaat het opnieuw regenen. Vanavond is het dus bewolkt en regenachtig. Aan zee gaat het al hard waaien, kracht 7. En komende nacht komt er zelfs een stormachtige wind aan zee te staan, windkracht 8. Met windvlagen tot 100 km per uur in de kustgebieden. Morgen overdag gaat de wind weer wat luwen. Verder dan in de ochtend wordt het nagenoeg droog en breekt soms de zon door, maar tegen de avond raakt het opnieuw bewolkt en gaat het weer regenen tot een graad of 9. Vrijdag overheerst de bewolking, en dan valt er van tijd tot tijd regen bij 9 of 10 graden. In het weekende zien we iets vaker de zon, met name op de zondag, maar ook regen blijft nog onderdeel uitmaken van het weerbeeld. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 10. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl.